Een trail is een hardloopwedstrijd, grotendeels over onverharde paden. De Westhoek van Schouwen-Duiveland maakte er in februari van dit jaar voor het eerst kennis mee. Met als winnaars Sebastian Sletterer en Marlies Jongerius. De animo voor het evenement is bijzonder groot, want in bijna een week tijd zijn er al veel inschrijvingen. We hebben 350 inschrijvers op dit moment en wij zijn daar wel tevreden mee. De eerste editie heeft wel zijn werk gedaan, denk ik. Ook wat de reacties zijn geweest en het enthousiasme om volgend jaar weer terug te komen. Gezien het aantal voorinschrijvingen lijkt het traillopen in Zeeland aan te slaan. Vooral de uitdaging van een zware wedstrijd, in dit geval over 38 kilometer, speelt hierbij een rol. Elke kilometer komt er wel weer een nieuwe uitdaging. En zo'n uitdaging nemen, dat vergt veel van je indelingsvermogen. Het taxeren van je wedstrijd, het langzamer of sneller omhoog gaan. Dus precies tactisch lopen, dat je ook op de makkelijkere stukken je snelheid kan behouden. Er is een maximum van 500 deelnemers ingesteld. Meer wil de organisatie wel, maar dat zal op de huidige locatie niet lukken. Gezien het natuurgebied en alle instanties eromheen verwachten we te veel tegenwerpingen en bezwaren. En wel terecht natuurlijk, want de flora en fauna die moeten wel in stand blijven. Op verzoek van de atleten zijn er enkele aanpassingen in het parcours doorgevoerd. De wedstrijd is bijna 5 kilometer langer dan de eerste keer en zwaarder. Het laatste stuk was wat te makkelijk, waardoor de lopers van de weg toch nog wat voordeel hadden. Nou, en dit hebben we wat proberen bij te stellen door ook het laatste stuk en in het tussenstuk nog extra zwaarder te maken, zodat de balans tussen de wegatleet en de trailatleet een beetje in evenwicht is.